Hoi, leuk dat jij naar deze video. Welkom bij deze boodschappen shoplog. Het is vandaag Eerste Pinksteren, dus vrolijk Eerste Pinksteren als je dat viert. Wij vieren dat niet echt heel erg, we doen niks speciaals vandaag. Dus ik heb gewoon, zoals ik altijd doe, op zondag de boodschappen laten komen. Kon ook gewoon, stond ik eigenlijk wel van versteld, maar dat ging gewoon wel. Het was €156, nog wat cent, en de krotjes en tassen waren gelijk, dus... Het wordt toch wel weer wat duurder. Nou moet ik ook eerlijk bekennen dat ik meestal op vrijdagavond nog wat dingen aanpas. Dat had ik de vorige boodschappen shop nog ook gedaan, waardoor ik wat lager uitkwam. Ik gooi namelijk alles in mijn winkelmandje wat ik nodig heb. En dan ga ik later eraf halen. Ik denk, ja, maar ik heb nog pennen. Ja, maar ik heb nog genoeg gistelkleer. Ja, maar ik heb nog genoeg. Dan ga ik dat er weer afhalen. Dat heb ik deze week niet gedaan, omdat ik vrijdagavond niet lekker was. Dus ik ben gewoon naar bed gegaan. Dus nu denk ik toch wel dat het nieuwe budget per week rond de €150 moet zijn met zoveel kinderen. Het doet een beetje zeer. Dus ik ga er wel proberen rekening mee te houden voor aankomende week. Afgelopen week was het ook een klein beetje anders als anders. Een van de kinderen van Pascal besloot wat meer dagen hier te zijn dan het ouderschapsplan dat zegt. Wordt ook wat ouder, mag het ook zelf bepalen. Daar gaat mijn boodschappenoosje die niet heel lekker op. Ik vind het natuurlijk super gezellig als ze er is. En ik vind het hartstikke goed als ze de tijd daarover verdeelt. En dat ze zelf kijkt wat ze fijn vindt. Gaan we ook naartoe met alle kinderen. Dat is gewoon zo. Dan ging ik zelf, was dat voor mij vroeger waarschijnlijk ook fijner geweest. Als dat wat makkelijker kon. Alleen gaat mijn boodschappen OCD daar gewoon echt niet lekker op. Dan denk ik, ja, ben je nou wel, ben je nou niet. Maar ik wil het niet dat je het moet vastleggen. Ik wil het spontaan houden. Maar ja, ik wil ook genoeg boodschappen in huis hebben. Dus ik ga laten zien hoe ik het voor deze week heb opgelost. Verder was natuurlijk alles qua koekjes en snacks er zo op. Zoals jullie vorige week konden zien, heb ik wel eventjes de voorraad laten zien. Had ik zomaar heel licht aan schoolkoeken en dat soort dingen besteld. Omdat ze me eigenlijk maar één dag gingen. Maar ja, met het weekend erbij, plus wat extra kinderen. Tijd dus. Ik ga het gewoon allemaal weer laten zien. Zoals alles zet ik onder in de beschrijving neer wat we per dag gaan eten. En wil ik jullie vragen deze video een duimpje omhoog te geven als je deze video's leuk vindt. En vergeet niet te abonneren op mijn kanaal om op de hoogte te blijven van de video's die ik post. En dan gaan we beginnen met de boodschappen. Ik moet eerlijk zeggen dat voor €150, €156, mijn aandacht echt best wel heel erg vol ligt. Dus ik ben trots. We gaan een keertje hamburgers eten met salade. Dus ik heb... kaas voor op de hamburgers ga ik overigens niet eten, want ik vind het niet heel erg lekker. Oh, het is wel vegetarisch trouwens. Oh, ja. Nou, nee. Broodjes ervoor. Ik heb deze soort hamburgers. Mochten we met heel veel eten, mochten we met meer als vier zijn. Ik heb voor mezelf deze. Ze hadden ze nu wel de Beyond Meat Beyond Burger. Ik ben heel erg benieuwd wat ik ervan vind. Ik vind de magers in ieder geval al beter als de vorige keer. Overigens, als jullie denken, kind, wat zien je nagels eruit? Ja, ik heb nagellak gekregen van mijn dochter. En ik ben gewoon niet zo iemand die nagellak aan kan. Dat gaat altijd buts bij mij. Het ligt niet aan de manier waarop zij het gelakt heeft. Het ligt aan hoe ik daarmee omga. Burger heb ik dus voor mezelf. Ik heb in principe grillburgers. Als we inderdaad met z'n vieren eten, want dan is dat meer dan zat. Als er dan nog iemand bij komt, dan is het wel handig als ik hier ook wat van pak. Want Logan alleen al, die eten denk ik twee. En ik denk dat Pascal er ook twee lust. Brooke eten vaak maar een halve. Dus dan kunnen die een klein beetje delen. Maar ja, als er dan nog iemand in ieder geval een hele wil, dan moet ik het even hier vandaan halen. En dit kan gewoon natuurlijk in de vriezer. Dus ik denk dat het is makkelijk. Daar heb ik dan eventueel een boerensalade bij. En een groene cedersalade. Want deze waren nu in de aanbieding 2 voor 5. Dus dat kom ik sowieso allemaal wel op. Dus dat is dat dan één maaltje. We eten een keertje kaasschnitzel met spinazie à la crème. Heb ik hetzelfde verhaal meegedaan. Trouwens met gewone aardappels. Heb ik hetzelfde verhaal meegedaan. Ik heb er hier 4. Dat is in principe genoeg als we met z'n vieren eten. Als we met z'n 5 zijn, dan doen we deze erbij. En anders doe ik die in de vriezer voor als we Pascal en ik met z'n 2 zijn. Van het weekend ga ik ervan uit dat we wel met z'n 2 zijn. Dan heb ik kipschnitzel. Vegetarisch. Deze hebben we nog nooit op. Maar van Vivera heb ik wel een keer de balletjes op. En die vond ik ook oké. Dus we gaan het proberen. Met spersieboontjes en gebakken aardappeltjes. We eten een keertje veggieballetjes met bloemkool en aardappelbroketjes. Ik heb nog kaassaus. En dit is natuurlijk afhankelijk van hoeveel mensen ermee eten. Kan je het instoppen. En dit is natuurlijk gewoon 2 pakken. Is ook ruim voldoende. Het is nou ook niet zo dat die ene persoon zo heel veel meer gaat eten. Natuurlijk. Het is toch ook gewoon nog... Geen volwassenen zijn.
Dus dat, we eten een keertje pasta, kip met broccoli. Daar hoort champignons bij, er hoort broccoli bij. Daar horen officieel provinciale kruiden bij. Ik had het op een andere manier opgelost. Maar toen zag ik dat deze ook in de aanbieding waren. Dus die heb ik even mee besloten te nemen. Ricotta, courgette hoort daarbij. En ik heb dus in plaats van de gewone kip, heb ik vegetarische kip gedaan. Ik heb ook nog steeds gewone kip liggen in mijn vriezer. Dus mocht er extra eten zijn, kan ik een extra kipfiletje erbij doen. In het weekend heb ik ook maaltijdsoep op staan. Ik heb zondag een avonddienst. Dus dan kan ik gewoon zaterdag de soep maken. En dan kunnen we dat zondagmiddag opeten voor mijn werk. En dan is het ook gewoon helemaal dikke prima. Gewoon met een boterhammetje dan. En we eten natuurlijk ook altijd een keertje friet met snacks. Dan naar de overige zaken. Extra pakjes drinken voor naar school. Ik heb nu een keer de sinaasappelwiki en de aardbeiwiki gekozen. De sinaasappelwiki is niet 0% suiker. Maar dat is de aardbeienwiki wel. Dus we kunnen een beetje afwisselen. Natuurlijk weer de stapel mijn appere soja kwark voor in de ochtenden. Ik heb komkommertjes voor op onze brood, snacks, tussendoortjes, noem maar op. Ik heb roomboter voor op de gewone boterhammen. En ik heb mijn eigen boter dan voor mijn boterhammen. Brooke vindt deze ook wel heel erg lekker smeren, dus die pakt ze ook nog wel eens. We hebben nu weer een heel pak, dus we kunnen vooruit. Het was, ik geloof dat hier ook een aanbieding van was, want ik gebruik normaal gesproken die van Becel, de vega boter. Maar die was bijna op en toen dacht ik, nou als dit nu een leuke aanbieding is, gaan we deze proberen. Bakken zonder palmolie. Dus, nou. Om te proberen of dat die lekker bakt, ja of nee. We hebben weer een heel pak met kaas en snijworst. Kaas voor Brooke. Dat is natuurlijk lactosevrij. Ze vindt de plantaardige kaas van de Jumbo eigen merk niet lekker. We hebben ook de boterhamworst voor op de bammetjes. Ik zelf heb hummus met koriander en limoen. Ik ben echt waarschijnlijk de enige die dit eet. Maar dit is weer even een ander smaakje. Ik moet zeggen, ik vond die ik vorige keer had. Ik geloof dat dat paprika nog wat was. Die was ook echt super lekker. Dus ik ben heel benieuwd dat koriander limoen heel fris is. Kunnen we ook proberen. Doe ik soms ook wel eens tussen de middag. Dus dan doe ik gewoon een boterham met hummus. En dan doe ik daar een stuk komkommer bij. En wat cherry tomaatjes. En dan is het ook helemaal verzadigend. We hebben Cola Light Zero Caffeine. Crystal Clear No Caffeine. Crystal Clear No Caffeine, dat is deze. Gewoon Crystal Clear. En Cola Light Zero Caffeine. We hebben mini eierkoekjes. Ook van mijn school. Dus doe ik ze maar op. De chocopasta van de kinderen was ook op. Een heleboel fruit hebben we. We hebben witte druiven. 2 bakken. Is natuurlijk ook super lekker om gewoon even snel wat te snacken. We hebben mandarijnen. We hebben snacktomaten en snacktomaten. Dus dit is zo'n voorbeeld van wat ik dan op vrijdag waarschijnlijk 1 van de 2 eraf gehaald. En nu heb ik er op een of andere manier 2. Komt vast wel op. Gelukkig blijft het altijd wel wat langer goed. Keukenrollen had ik nog nodig. Maar ik heb ook nog bananen. Appels. Mini komkommers. Ik denk dat dit mini paprika's hadden moeten zijn. Dat het fout is. En anyway, mini komkommers. Babybelletjes voor mee naar school. En blauwe bessen. Extra cashewnoten. Vegan chocolade. Boterhamzakjes. Dat is ook handig als de kinderen voor schooltijd naar de gastouder gaan. Dan geef ik ook ontbijt mee. Dus dan doe ik het altijd in zo'n zakje of in een bakje. En dan kunnen ze daar ontbijten. Dan hoeven ze niet het brood van de gastouder te doen. Niet dat ze dat niet lekker zouden vinden. Maar dat is mijn OCD denk ik vooral. Plus dat Pascal ook altijd van 10 uur ook boterhammen meeneemt. En dat doet hij ook in zo'n zakje. Dus niet heel milieubewust. Maar ja. You can do it all. Vanilledubbels voor in de koekjestrommel. En dus een heel scala aan koekjes voor school. We hebben de verkade Prinses Aardbei. De Prins Stark Naturel. De Prins Mini Stars melkchocolade. En de Prins Mini Stars Black and White. En deze kreeg ik er gratis bij. Dit is de Fuse Tea No Sugar Black Tea Raspberry Mint. Ijstee. Daar had ik zo'n papiertje bij. Nu ook zonder suiker om te proberen. En deze zat er ook bij. Dus dat je nu exclusief online king size barbecue vlees kan bestellen. Dus mochten jullie daarin geïnteresseerd zijn. Je kan van alles en nog wat bij bestellen dus. En dat was het. Oh, ik vergeet helemaal de chipjes nog. Het is ook wel eens lekker voor die kinderen om een chipje of iets te eten. Ik merk alleen omdat ik nu heel erg oplet met wat ik eet. Dat ik minder van dit soort dingen in huis haal. En voor die kinderen is dat toch eigenlijk wel heel erg lekker om dat af en toe te doen. Kleine zakjes voorkomen dat we heel veel ervan gaan eten.
Dus dat is het voor vandaag. Zoals aangegeven is het dus echt gewoon best wel veel eigenlijk. Maar ja, dat had dus ook te maken met dat ik wat voorbereid wil gaan aankomende week. Mochten we extra etens hebben. Plus dat ik best wel ziek was vrijdagavond. Of ziek, migraine. En ik dus niet meer de boodschap had aangepast. Hoe dan ook denk ik heus wel dat we het op gaan krijgen deze week. Dat was het voor deze video. Ik hoop dat jullie hem leuk vonden. Als dat zo was, geef deze video dan een duimpje omhoog. En vergeet niet te abonneren op mijn kanaal om op de hoogte te blijven van de video's die ik post. Kijk even onder in de beschrijving wat wij ongeveer per dag gaan eten. Daar zal ik nu ook de lunch en de snackreceptjes uitzetten. En dan wens ik jullie een heel fijn weekend en bedankt voor het kijken. Doei!